De meeste slachtoffers zijn senioren van boven de 80. De manier waarop mensen vallen kan fataal zijn. En mensen lopen en dan raken ze uit balans en dan vallen ze plat voorover. Ferry van Hulst van judovereniging IJsselmeer en fysiotherapeut Fiona Wolvenbuttel van woonzorgcentrum Coloriet in Lelystad werken samen. Zij geven diverse trainingen met als doel de schade door vallen zoveel mogelijk te beperken. We proberen ze op een andere manier te laten vallen. En dat gaat dan als volgt niet recht voorover. Maar we proberen ze te leren dat ze schuin weg moeten vallen. Dus ze lopen, raken hun balans weer kwijt. Dat ze op deze manier vallen. U hoort ook dat de impact heel anders is. Een van de oefeningen in het programma is onder andere het opstappen op een verhoging. Dus we laten mensen meerdere keren op een verhoging opstappen. Een aantal keer met het ene been en daarna een aantal keer met het andere been. Volgens Van Hulst zijn de trainingen van groot belang. Want vallen heeft een grote impact op het leven van de slachtoffers. Doordat ze vallen durven ze niet meer naar buiten. Doordat ze niet meer naar buiten gaan komen ze eenzaam binnen te zitten. Waardoor de sociale contacten veranderen. En een van de doelstellingen ook die wij in het programma hebben zitten is toch ook weer met elkaar samen zijn. En de afloop altijd even gezellig praten. Dus het is niet alleen trainen. Het is ook in het sociale aspect heel belangrijk. We bieden fysiotherapie aan de cliënten onder andere die letsel hebben opgelopen na een valincident. Dus dat varieert tot aan een heupbreken, tot aan hersenletsel. En we proberen ze zo goed mogelijk weer hun oude niveau te herwinnen. En misschien eigenlijk nog wel een stapje erbij om te voorkomen dat ze weer een valincident gaan krijgen.